Yo mensen en andere wezens. Vandaag heb ik weer een filmpje voor jullie. En dit keer weer op dit kanaal. Een tijdje terug. Ik dacht, nou laat ik na 3 jaar weer een keer opnemen. Want het is heel normaal om 3 jaar weg te zijn en ineens weer terug te zijn. Toch? Nou ja, nou ben ik natuurlijk niet allemaal weg geweest. I mean, ik heb horsvlogs geüpload. Hele leuke filmpjes. Zeker een aanrader. Maar ik dacht, ik ga weer terug op dit kanaal. Aangezien Horsevlogs net zo dood is als dit kanaal. Ja, kan ik hier ook willen uploaden. En dit is mijn eigen kanaal. Dus ja. Op dit account heb ik wat quizjes. En het zijn best wel veel quizjes. En ik denk dat ik naar meneer Anderson ga in Velledeel. Velledeel Lake. Dus hier. Pling. Nee, hier. Hier. Hier, ja. Pling. Nou, daar gaan we dus even lekker heen. En we gaan natuurlijk niet rennen. Nee, we gaan met de trailer. Want ja, hè. Rennen doen we niet aan. Ik dacht misschien is het leuk om gewoon quests op te nemen. En ik snap niet waarom ik dit gemarkeerd heb. Want ik weet prima de weg. Maar oké, meneer Henderson heeft een quest voor ons. En dat gaan we dus even lekker doen. Want ja, ik wil gewoon dit account verder krijgen dan level 14. Ja. Meneer Henderson, wat heb je ons te vertellen? Neem deze emmer met vis en laat ze los in het meer. Hopelijk vinden ze het daar leuk. Oké, we laten de vissen vrij. De vissen gaan weer terug de natuur in. De vissen horen in het meer. Oké, daar gaan ze. Zwem. Zwem weg. Kijk, vinden ze leuk. Ze zijn blij. We hebben weer een goede daad verricht. Dit was de video. Nee. Geintje. Geintje. Even een geintje tussendoor. Goed gedaan. Nu kunnen we niets anders dan afwachten. Oh. Nou, oké. Dit was. Ik ga niet 2 keer dezelfde grap maken. Nee, even kijken waar we nog meer wedstrijden hebben. James. Quest heb ik laatst gedaan op mijn eigen account. Ik weet niet. Sonja, nee. Nee, dat is die buitenred. Wat is er aan de hand met Gangs? Paddock Island. Isolde en Loke. Isolde en Loke zijn terug. Isolde en Loke hadden altijd wat thee. Waar moet ik dan heen? Waar moet ik heen voor Isolde en Loke? Boerderij van Goldspur. Nou, we gaan even naar Goldspur. Gaan we dat doen? Boerderij van Goldspur. Is dat bij de B? Nee. Zeg niet dat ik die trailer nog niet heb. Ik heb die trailer nog niet. Dan gaan we naar Jarlheim. I mean, ik ga echt niet helemaal daarheen rijden. En vooral omdat dit paard boos is. Omdat ik niet zoveel op dit account zit. Ga ik dus niet doen. En daar, hier heb ik ook quests. Maar wat heb ik hier dan voor quests? Ik heb echt geen idee. Oh, dit is voor die winkel. Maar dat gaat heel snel. Nog een aantal vragen. Ik heb hier geen zin in. Ik heb geen zin in jouw t-shirts. Maar misschien als ik het doe, krijg ik wel weer nieuwe quests. Oké, dan moet ik daarheen. Dan gaan we wel eerst even dit doen tussendoor. Ik hoop dat ik het account weer een beetje beleefd kan krijgen. Ik heb al heel veel video's opgenomen. Ook met Halloween was het geluid weg. Ik dacht, ja, tuurlijk. Ik doe weer een video. Krijgen we dit weer. Uiteraard. Zodoende heb ik wat quests op dit account. En kan ik heel veel video's maken op dit account. En nu moet ik dus t-shirts gaan halen. Bij een emo meisje. Hey, wie ben jij? Oh, je werkt met mijn lieve set samen. Cool. Wow. Och, met het t-shirt gaat. Oké, ja. Het zit. Oké, ja, wat? Ja, bla bla bla. Haal de inkt op bij voor Pinta. Dat gaan we dus even lekker niet doen. We gaan even lekker naar de boerderij van Goldspur. Wat het dus nu is. Dit account zit in de periode van dat quests niet, even niet zo leuk zijn. Dat je allemaal van die
saaie korte quests hebt die altijd tussendoor kwamen in de updates. Zoals we nu krijgen, zeg maar. Maar ik heb wel heel veel zin in de story quest weer. Dat vind ik heel leuk. Dat vind ik ook gewoon leuk om te doen. Een beetje Idris pesten. Dat is mijn hobby. Hij is mijn maat. Idris is mijn maat. En Darko. Darko kan je ook lekker pesten. Beetje met de Soul Raiders meegaan. Dat is leuk. Dat is cool. Dus we gaan maar even naar Goldspur. Want Isolde en Loke zijn terug. Het verliefde spelletje dat zich spelletje, stelletje dat zich verstopt had in de boomhut. Nou, we weten allemaal wat daar is gebeurd natuurlijk. Hallo Paige. Isolde en Loke kwamen gisteren terug nadat jij weg was gegaan. We hadden een gezellig familiediner met z'n allen. Dus ook met Loke. Hij is eigenlijk een hele goede jongen, weet je. Ik denk dat Isolde en Loke elkaar nu alweer kunnen zien. Maar wel onder het toezicht van een ouder. Ik wil niet dat er dingen gebeuren waar zij nog niet aan toe is. Nou, Aiden, die dingen zijn al lang gebeurd. Ze hebben samen in een boomhut gezeten. Daar kan je niet van uitgaan. Waar ze nu zijn? Ze zijn samen naar de Sunfield boerderij gegaan om met Philippe en Martina te praten. Rijd daar ook naartoe en zie of je ze kan vinden. Zij wilden jou bedanken voor alles wat je voor hen betekend hebt. Tristan, hij komt er niet gemakkelijk vanaf. Misschien ben ik wel te makkelijk geweest in zijn opvoeding. Maar door hem hard te laten werken, zal ik hem leren om verantwoordelijk te zijn. Om zich beter te gedragen. Ik ga hem op dezelfde manier straffen als ik Loke heb gestraft. Namelijk door hem de varkensstal te laten schoonmaken. Voor een heel jaar. Dat zal hem leren. Als ik terugdenk aan wat dat kind allemaal gedaan heeft. Het beste zou zijn dat ik hem niet meer zie. Anders zal hij leren waarom hij niet met de Goldspurs te spotten valt. Nou, die krijgt een flinke slipper op zijn kont. Dat kan ik je nou wel vertellen. Nou, oké, dan gaan we even naar de Sunfield boerderij. Want daar is Tristan hard aan het werk in een varkensstal. Arme jongen. De hele tijd de varkensstal uitmesten. Daar word je ook niet heel blij van natuurlijk. Maar ja, hè. Moet je maar geen stoute dingen doen, vriend. Verder, ja, ik heb leuke ideeën voor dit account. Gewoon een beetje zoals vroeger. Misschien nu even wat beter aanpakken. Ik ben natuurlijk wat veranderd. Mijn stem is veranderd. Als je de video van 3 jaar geleden ziet en de video van nu. Ik denk dat je wel verschil hoort. Ook ga ik niet zo editen als op Horsloss. Wat het is. Een edit of een let's play op Horsloss. Ik heb er iets van 25 minuten of zo. En daar heb ik iets van 3 dagen aan gewerkt bijna. Dus dat is best wel. Daar zit best wel veel tijd in en zo. En ja, ik ga dat niet meer doen. Ik vind het heel leuk om te doen hoor, daar niet van. Maar ik heb er gewoon geen tijd voor. En als ik video's wil uploaden en actief wilt zijn, dan moet het gewoon even. Even zo, zoals vroeger. En als ik gewoon blijf praten, is er niks aan de hand. Hallo Paige, ik ben blij dat alles tot een goed einde is gekomen. Als jij ons niet geholpen had om dit te onderzoeken, zou Loke misschien nu nog wel ongelukkiger zijn geweest. En de echte dader zou ongestraft met zijn daad weggekomen zijn. Ik zorg ervoor dat Tristan weer op het rechte pad kan komen. Door hem te laten werken. Hoe het met hem gaat, hij klaagt nu meer dan wie dan ook. Maar Martina let op hem. Of hij niet in slaap valt. Dat zou mij gebeuren. In slaap vallen. Waar Loke en Isolde zouden kunnen zijn. Een tijdje terug zijn ze naar Jarlaheim gereden. Ze wilden onze oude vriend Gavin eens een bezoekje brengen. Als je ze wilt bereiken, moet je hen vragen waar ze zijn. Nogmaals bedankt voor alles wat je hebt gedaan. Doei. Nou, graag gedaan. Nou, dan gaan we even naar Loke en Isolde. Kijken hoe het met het verliefde stelletje gaat. Of ze geen relatieproblemen hebben met elkaar. Of ze nog steeds even gelukkig zijn. Als een sprookje lang en gelukkig samenleven. Oh, moeten niet naar. Hun moeten naar Gavin. Oké. Loke en Isolde, ik hou die kinderen in de gaten zodat er geen dingen gebeuren waar ze toch te jong voor zijn. Ja. Tja. Je bent nooit te jong daarvoor. Wanneer je er klaar voor bent, moet je het doen. Onder toezicht. Waar zijn ze? Ze waren hier net nog. Ah, dat is het. Ze gingen naar de muur om het uitzicht te genieten. Ga zo maar eens kijken. Ze zijn daarboven ergens. Ik zal je goed in de gaten houden. Ik verlies geen seconde uit het oog. Ze zullen mij niet voor de gek houden. Nou,
Daar ben ik nog niet zeker van. Ja, ze hebben van die poppetjes daarboven. Ik wist niet dat ik al 10 minuten aan het opnemen was. Wat ook? Of mijn computer zit vol, dat ken ik ook. Oké. Waar zou die niet zo in lopen toch zijn? Ja, ze staan gewoon daar te chillen. Waar ze gewoon altijd staan bij ons nu. Voor iedereen die wat verder is. Kijk, ze zijn blij. Ze gaan zwaaien. Ik zwaai terug. Hoi. Gaan we even daarheen. Moet wel weer veel heen en weer rijden. Dit paard wat level 4 is, boos. Even hoesten. Nou, even naar hun toe. Kijken of ze nog wat leuks te vertellen hebben. Isolde, Paige, jij vroeg ons al af waar je was. Wij wilden je bedanken voor alles wat je hebt gedaan. Alles gaat nu goed. We kunnen elkaar nu zien zonder dat we stiekem het huis hoeven te glippen. We moeten soms alleen een beetje stiekem zijn om ervoor te zorgen dat we niet de hele tijd onder toezicht staan. Giegel. Nogmaals bedankt. We zien je hier wel weer. Oh, en hier heb je de sleutel van de boomhut. Nu we elkaar niet meer in het geheim hoeven te zien, hebben we de boomhut niet meer nodig. Je mag er zoveel gebruik van maken als je maar wilt. Doei, Paige. Oké, ik heb de sleutel gekregen. Dat vind ik leuk. En ik heb een nieuwe quest. Dus dan ga ik maar even die quest doen. Ja, ik ga even die sleutel. Ik wil vier neer. Zo met deze dingen. Even goed ordenen. Even deze dingen daar. Moet ik allemaal nog in mijn kast doen. Even kijken, wat voor quest heb ik gekregen van ze. Wow! Wow! Dat was Skills. Oké. Philippe. Hoi, Paige. Leuk je weer te zien. Het komt ook eigenlijk heel goed uit, want er is hier zoveel te doen. Dat ik bijna de verjaardag van mijn vrouw zou vergeten. Hij zou ontzettend boos op mij worden als ik haar verjaardag dit jaar weer zou vergeten. Maar ik heb eigenlijk geen tijd om een cadeau te kopen. Tegen de tijd dat ik klaar ben met al het werk, zullen de winkels al dicht zijn. Heb jij nog een goede oplossing voor dit probleem? Bloemen? Ja, ze houdt van bloemen. Goed idee. Kan ik je om een dienst vragen? Kun jij misschien een boeket voor haar kopen? Gaat het lukken? Bedankt. Ga bloemen halen en geef ze aan haar. Oh ja, vergeet haar niet om te feliciteren. Oké, ik moet bloemen gaan zoeken. Heel casual. Paardbloem. Oké, maar hij was dus al de verjaardag van zijn vrouw vergeten. Sad story. Ja, dat is best wel fucked up. Als je de verjaardag van je eigen vrouw vergeet. Onzin dat ze dat boos moet worden. Ik bedoel, het is druk. Dus dan is het vrij logisch dat je dingen vergeet. Maar ja, ik fix het wel weer. Daar ben ik voor. Oké, oh, ben ik hier nog nooit geweest? Wat? Nee, ik wil niet het portaal in. Oké, ik kan daar nog wel even quest gaan doen bij dat Halloween gebeuren. Oké, nu moet ik naar die vrouw. Wow, wat een mooie bloemen. Zijn ze voor mij? Heeft Philippe ze gestuurd? Ach, wat heb ik toch eigenlijk een lieve man. Maar ik ben niet vergeten dat hij vorig jaar mijn verjaardag was vergeten. Als hij dit jaar weer was vergeten, had ik hem dat nooit vergeten. Maar Peet, hier op het terrein is altijd veel te doen. Als jij een paar werkzaamheden voor ons zou kunnen doen, hebben wij tijd voor ons bedrijf om je aandacht te geven. Dat is iets wat we al heel lang van plan zijn, maar nooit tijd voor hebben gehad. Ja, oké, maar dat ga ik niet doen. ik denk dat ik Halloween quest ga doen. Ja, dat is wel leuk. Ja, Halloween quest had ik opgenomen op mijn eigen account. Bij Laas had daar geen geluid bij. Dus ik ga Halloween quest doen. Oeh. Vledermuizen. Zagen jullie de vledermuizen? Ik zag ze wel. Ik zag de vledermuizen. Het is Scalopertrompsan. Hij heeft geen hoofd, maar hij kan je wel zien. Oké. Toch is die spookwereld wel leuk gemaakt. Vroeger was dat allemaal niet. Toen moest je altijd zo spookjes zoeken en zo. Was wel super leuk. Ik heb nog de oude Halloween quest van vroeger staan ook op mijn kanaal. Dat is misschien wel leuk
om te zien. En misschien kan ik ze in het i'tje stoppen. Als dat lukt. Ik weet niet hoe dat werkt. Want ik weet niet zo goed hoe YouTube werkt meer. Het is alweer een tijdje geleden dat ik allemaal van dat soort dingen heb uitgevoerd. Hij maakt wel echt van die monsterlijke geluiden. Aardbeving. Meer! Ik wil meer zielscherver. Dapper. Iemand die bewaarplaats durft binnen te vallen. Welkom. Het is lang geleden dat er een levende ziel op deze rots stond. Ik verlang naar de dingen die bekend zijn om te zielscherven. Ik smeek je. Zoek ze en breng ze naar mij. Zoek de rivalen op en overwin ze om beloond te worden met zielscherven. Zoek de rusteloze geest die hier ronddwalen. En vind hun zielscherven om hen te bevrijden. Breng mij de zielscherven die je vindt, dan zal ik je belonen. Rijd in vrede tot we elkaar weer tegenkomen. Oké. Dan ga ik de races doen. Dan krijg ik zielscherven. En dan kan ik ze inruilen. Ik zou trouwens ook nog een video maken. Ik had die Halloween paarden gekocht. En misschien is het leuk als ik daar ook een video over ga maken. Over de nieuwe paarden. Want ik heb best wel veel nieuwe paarden gekocht. En dat had ik allemaal opgenomen. Alleen, ik weet niet. Ik heb iets van 5 keer opgenomen. En ja, of het wou gewoon niet. Of ik was niet echt in de mood. Ik zet wel heel even het geluid zachter. Want het is wel echt heel hard. En straks kunnen jullie mij niet horen. Dus dat is niet leuk. Dus ja, ik had vet veel video's opgenomen. En maar ja, dan wou het weer niet. Of mensen wouden toch met me praten. En dan van, ja, ik heb veel liever zin om call te gaan met mensen. Dan video op te nemen. En ja, dat dus eigenlijk. Oh, ik zit vast. Dus ja, dat dus. En ik wil wel weer meer video's opnemen. Dat vind ik leuk. Dat is lang geleden. En ik hoop dat ik het vol ga houden. Want ik vind het wel leuk om Starfish Stable video's op te nemen. Oh, even een appje ondertussen eruit sturen. Dat is lastig. Oh, ah! Appen en starstabelen gaat niet samen. Net als appen in het verkeer moet je ook niet doen. Want als je het op de fiets doet, krijg je €95 boete. En altijd dan zit ik zo op straat, zie ik zo mensen fietsen en denk van, ha, als de politie komt, moet jij €95 betalen. Ik lekker niet. Net als appen in de auto, dat is ook no-go. Maar in de auto is het duurder, dat is iets van 3 zoveel of zo. Maar app en Star Stable, dat gaat ook niet samen. Alleen app en Star Stable kunnen geen doden van vallen en geen gewonden. Maar wel heel veel fails en dingen in de races. Maar dat is niet heel erg. Oh. Toch vind ik deze race altijd wel vet om te doen. Ik vind het wel een leuke race. Deze races moeten ze gewoon houden, zeg maar. Maar ja, helaas doen ze dat niet. Net als in de Gouden Heuvelvallei, die toen weg was gehaald. Ik snap niet waarom ze die dan weg hebben gehaald en terug hebben gestopt bij Halloween. Want ik vind het zo raar. Want waarom moet die per se alleen met Halloween zijn? Hij was ook leuk om gewoon zo te doen. Oké. Nou, ik heb de race gehaald. Kijk, er is hier ook zo'n portaal. Oh, dat portaal heb je dan niet. Oh, nee, ik wil niet. Nee, ik ga niet deze race doen. Daar heb ik niet zo heel veel zin in. Maar ja, ik ga nog even in de winkeltjes loeren. Want hier heb ik nog niks gekocht. Die massa. Ik heb eigenlijk op mijn account heb ik al deze dingen bijna allemaal al. Die maskers en zo. Het is wel leuk. Ik verzamel die dingen gewoon altijd. Ik doe er niks mee, maar ik wil ze gewoon hebben. Nou ja. Dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga vaker opnemen op dit account, aangezien hier quest is. En ik ga ook opnemen op Kate natuurlijk. En mocht je meer willen zien van mij, je kan mijn oude video's terugkijken die online staan. En de video's die nog op Horsevlog staan.
En ook nog heb ik een account Spritey. En daar zet ik zeg maar mijn grappige korte filmpjes op mijn edits. Dat soort dingen. Gewoon een beetje meme-achtig. Gewoon dat soort dingen zeg maar. Dus dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer.